Dit is de laatste plek in Nederland wat het Nederlands elftal zal zien voordat het naar Brazilië vertrekt. Welgelegen met luxueuze kamers, fitnessruimte, sterrenrestaurant en zelfs een verborgen trapveldje, moet dit hotel onze jongens voorbereiden voor het WK. Even buiten het landgoed ligt het dorpje Zandpoort en daar kunnen ze niet wachten tot ze een glimp van de spelers kunnen opvangen. Oh, ga ik zeker heen, ga ik zeker kijken, ja. Wat gaat u doen daar? Kijken of ik Kuiten een handtekening kan scoren, daar ben ik helemaal fan van. Ja, kijken of ik ze kan ontmoeten. Handtekeningen jagen? Ja, zeker. Als je heel vroeg opstaat, kan je ze misschien rond zien rennen? Ja, dat zou wel leuk zijn, ja. Oh, dat zou ik wel gaaf vinden, ga ik meejoggen. Zeker. Nou, houdt u ze bij? Dat denk ik niet. Dat denk ik niet. Mocht het de spelers lukken er 's avonds tussenuit te knijpen, dan worden ze bij de lokale kroeg met open armen ontvangen. De kroegbaas heeft er zelfs zijn voorraad op aangepast. Ja, ik hoop dat ze stiekem een klein beetje gaan ontsnappen en bij mij in het mooie café een biertje komen drinken. Ja, wat heb je voor ze? Nou, ik heb heerlijke speciaal bieren natuurlijk en ik heb een kabouterbiertje van Westen misschien wel.